Mensen, Lorenzo Games hier, zo met vandaag weer Minecraft aflevering 1 van Minecraft Survival natuurlijk. We waren gebleven met de birch trees omhakken en daar gaan we nog steeds mee bezig zijn. Want ik wou witte hout, en want dat ziet er namelijk best wel nice uit. Vind ik zelf, ik weet niet hoe jullie dat vinden, maar er is nog een swamp bij om zo te zien. Dat is oké volgens mij, daar gaan we natuurlijk ook even heen. Eerst even de stegenboom, want die hindert mij. Oké, volgens mij viel dat helemaal niet zo grappig eigenlijk, maar maakt niet uit. Hey, ik heb best wel droge humor eigenlijk. En de meeste mensen van jullie hebben dat al gemerkt. Maar ja, kijk maar eens. Ik ben zoals ik ben. Ik ben Ben. En ik zeg doe. Nee. kennen jullie die reclame? Volgens mij is dit echt zo'n reclame hoor, volgens mij. Ik weet niet. Even deze boom ook omhakken, zodat we een beetje uitzicht op de berg hebben. Deze ook, zodat ze een beetje uitzicht op het water hebben. Alles heeft een reden, want anders zou ik het niet omhakken. Die hindert mij ook eigenlijk. Want anders val ik zo in het water. Ik hoorde iets lopen. Daar. Oké, het zal wel. Ik zag daar een sapling. Oh, daar. Yay, slapping. Nou ja, ik zeg slapping. Wat is dat dan? Slapping. Oké. Maar wat in onze chest zit, is dit. Mooi, hè? Ach, wat mooi. We hebben eten nodig. Serieus, we hebben echt eten nodig. Ik ga er nou op zoek. Nee, echt niet. Ik ga gewoon deze dingen meenemen. Nee. Doe maar niet. We gaan eventjes kijken wat wij doen. Wat wij gaan doen. Wij lopen hier zo verderop. En we zien een mooie boom. Nee. Gewoon niet. Laten we... Oh, kijk. Hallo, Mr. Chicken. Misters. Is het een jongen of een meisje? Nou, laat het maar zitten. Dat lijkt me ook niet echt zo fris eigenlijk. Oké. Zomaar geeft hij mij niet eens geen veren. Wat zo naaiend. Hij vindt me niet aardig. Helaas. Ach ja, life's a bitch. Ja toch. Ik zie... Nou ja. Want een kip zeg. Mooi. Hier zet ik ook even tarts. Zodat hier geen monsters spawnen en zo. Je weet het maar nooit. In de Minecraft wereld van Minecraft Survival. Meestal lopen in swampgebieden, lopen er meestal, meestal, bijna altijd, lopen er animals die je lekker kan killen voor vlees. Dus laten we daar even naar op zoek gaan. Want ik heb echt eten nodig. Eten. Nog een forest. Nou ja, ik kon jungle zien. Gewoon even zien, weet je. Niet daarin wonen of zo, gewoon zien. Koeien. Koeien! Koeien. Snel, koeien. Lekker eten. Sorry meneer en mevrouw koe. Nog steeds weet ik niet of het een mannetje is. Maar dan maar niet uit. We gaan cowtipper. Laten we ook eventjes een koe tippen. Doden. Tippen. Ja, ik weet niet echt wat tipper is eigenlijk. Het is gewoon een woordje die ze zelf hebben verzonnen volgens mij. Nou, niet echt zo logisch eigenlijk om een koutibber te noemen. Pink sheep! Die zijn waardevol. Serieus, deze dingen die zijn echt waardevol, hè. Pink sheep. Daar krijg je gewoon roze wol van. Weet je hoe? Dat is echt waardevol, hè. Als je zo'n beest vindt. Ik hou van jou. Jou laat ik leven. Misschien dat we hem nog kunnen opvoeden, ik bedoel voortplanten naar andere roze schapen. Nee, dat kunnen wij niet, dus wij maken lekker pink wool. Yeah. Oké, lekker. Zo, even een torch, zodat er geen mobs spawnen hier zo in de nacht. Want in de nacht kan het gevaarlijk zijn. En ook weer niet. Maar ja. Ik ga hem ook eventjes vermoorden. Ja, het klinkt echt zo cool, maar het is echt zo. Hij zit vast. Ik weet wel chill dat je lekker veel vlees van die beesten ook krijgt. Lekker veel leer ook elke keer. Heerlijk. Ik kan voetschoenen maken. Voetschoenen, nou ja, what the fuck. Ik bedoel schoenen.
voetschoenen. Hoe de hel kom ik daar nou weer aan? Even serieus. Hoe kom ik daar nou weer aan? Voetschoenen. Nou, meneer, bepaald logisch, maar dat maakt niet uit. Hallo, Birch Tree. Ik hou van jou. Van jouw witte hout. Ik bedoel dit witte hout, hè. Dit, trouwens. Dus even dat je het weet, hè. Ik vind dit zelf niet echt mooi eruit zien. Het kan mooi zijn voor als je dingen gaat maken en zo. Maar ik ben er niet echt zo bepaald gek op van... Wow! Dat ziet er mooi uit. Hey. Dat kan je niet maken, jongen. Maar nee, zo ben ik niet. Vooral niet bij dit soort... Kijk, dit was die tree dus. Ben je gewoon vergeten helemaal om te hakken, hè? Dan heb je gewoon pijn geleid. Lekker voor je. Laten we eventjes in ons huis gaan. Huis. Het is niet echt een huis eigenlijk, hè? Het is meer een cave. Ja, weet je, een cave was het sowieso al, hè? Maar daar niet van. Maar laten we het een beetje opknappen. Rondom in het huis. Dat bedoel ik, ja. Ook even wat dirt. Of course. Laten we even wat dirt neerzetten. Wat dirt. Oké. Nou, wat wij gaan doen is dit. Lekker. We hebben een bed gemaakt. Een bed. Het is nou eenmaal vet. En daarna zien we dat. Akina zien we zet. Pam. Oké. Eventjes wat kool meenemen. Tenminste meenemen in de furnace zetten. En dan lekker kip branden. Oh, en natuurlijk wat schoentjes. Leather boots. En waar horen die? Op je hoofd. Het zou er wel geinig uitzien, weet je. Zie allemaal van die flapjes zo boven je hoofd uitsteken. Maar pink wool, dat is dus best wel zeldzaam eigenlijk. Dus vandaar. Ik moest even checken of je het kon converten terug of zo. Maar dat kan helaas niet. Jammer. Weer een appel. Lekker. Oké, we hebben dus nu hebben wij... Oh, niet te vergeten natuurlijk. Beef. Lekkere vlees. Ik doe even... Oh, dat moet je niet doen. Even 6 kool gewoon in de furnace. Kijk eens aan. Egg. Die gaat niet uitkomen. Ik zei het je toch. Dat is meestal zo bij die eieren. Maar ik wil eventjes dit een beetje opknappen. Zodat we gewoon eventjes een beetje de ruimte hebben om te lopen. Dankzij mijn specialiteiten van opknappen. Heb ik dus lekkere kool gevonden. Waarbij wij dit knapperig kunnen maken. Nee. Maar we hebben kool gevonden dankzij mijn chillheid. Lekker. Oh, ik wou net zeggen, je zegt me toch niet dat het één blokje is, hè? Maar het is niet zoveel, maar beter dan iets dan niets. Ja, toch? Zo. Oké, en daarna gaan we gewoon weer verder met natuurlijk het opknappen van onze basis. Tenminste, auw. Onze tijdelijke basis. Want we gaan misschien verhuizen als ik reacties op mijn video heb gehad. Of wij blijven hier wonen. Of wij gaan iron minen. Ach, wat zijn we goed bezig. Oh, die hoorde jij niet te zien. Maar dat maakt niet uit. Als je dat ziet tenminste. Maar dan ben ik niet zeker. Maar we hebben iron ook. Yeah. Als jullie dat zagen, is van Steam. En als jullie dat niet zagen, is dat mooi. Want ik wil geen reclame voor hem maken. Hij is wel, hij is wel aardig hoor, die gast. Serieus, hij is aardig. Oké, ja. Zo, laten we eventjes een steak. Eerst heet het raw beef. En nu heet het steak. Klopt dat een beetje? Ik weet niet of het klopt eigenlijk om eerlijk te zijn. Ik weet het niet. Nou, dat maakt eventjes niet uit. Het ziet er best wel lelijk uit. En iemand loopt te zeiken op MSN. En dat is niet zo pretje. Want dan loop ik weer, word ik helemaal doodgespamd hier zo. Zoals met... Lorenzo. Moet je kijken. Is leuk man, is leuk. Ja, dan denk ik echt bij mezelf van... Stil.
Weet je, gewoon echt gewoon stil. Wees gewoon even een tijdje stil. Gewoon echt, jongen. Serieus. Wordt gewoon helemaal gek. Echt. Niet normaal. Ik ga dit even minen zo. Ja, kijk, zo altijd. En dan kunnen we gewoon zo chill lopen zo. Hé, hey, kijk hoor. Kijk dit, man. Wat heb ik gedaan? Kijk. Ten. Oké. Zo, dit ook nog. We hebben gravel. Jee. We kunnen flint en steel maken gewoon. Zo pro. Zo. Ah, het ziet er wel beter uit dit. Ik vind het best wel chill uitzien. Dit moet eventjes een beetje verhoogd worden. Tenminste verhoogd. Ik bedoel een beetje mooier. Ik bedoel gewoon dit, weet je. Gewoon dat je kop stoot tegen zo'n muurding. En dat je gewoon hersenschuddingen krijgt van hier tot Tokio, man. Nee, dit moet ook nog opgelost worden. Mijn pickaxe is dood. Bijna. Ik ga even de kleine dingetjes aanpassen. Kijk, dat bedoel ik. Dat wou ik eigenlijk, dat hij brak. Het is serieus alweer nacht. Ja, serieus nacht, ja. Versta je het? Nacht. N-A-G-T. G-T, nou ja, what the fuck. Ik bedoel N-A-C-H-T. Ja, nacht. Dat bedoel ik. Ja, je weet wat ik bedoel natuurlijk. Hahaha. Kijk, die maan is opgegaan. Een maan van... Hoorden jullie iets? Oh my god, ik ben bang. Laten wij, weet je wat we gaan doen? Wij gaan gewoon hier zo heen. Wij zijn gewoon dappere. Ik heb niks gezegd. Ik heb echt een hemel. Ik heb niks gezegd. Oh, ik denk elke keer dat er een appel. Appel is! Kom dan, hè? Had je wat? Ha, lekker. Ik ga deze boom lekker omhakken. En als deze boom eenmaal omgehakt is, dan pak ik deze roos. Nu dus. En dan zie ik een zombie aankomen vanuit mijn ooghoek en kill ik hem helemaal dood. Totdat hij echt gewoon helemaal niks dropt. En dan alleen maar experience dropt. Zodat we naar de end kunnen en meer kunnen enchanten. En zodat we letterlijk klaar is. En ja, mijn leven flitst er voorbij. Zag jullie dat? Mijn leven flitst er voorbij. De maan zag het ook. Heeft hij ogen, hè? Laten we daar eens heen lopen. Lijkt me vet om gewoon naar de maan toe te lopen, weet je. Gewoon zo... Laters! Laat me zitten. Even cactus meenemen. Cactus. En natuurlijk wat sandstone. Nee, het is geen sandstone. Sand, jongen. Gewoon sand. Het is gewoon puur zand. Zo, dat is echt op het nippertje. Kom dan. Nee, laat me zitten. Jij gaat mij doden. Dat zie je. Nu. Oh. We zijn dus in episode 2, oftewel aflevering 2, zijn we al gewoon doodgegaan. En ik heb het geluk dat onze huis gewoon hier is, ook al weet ik niet waar ik precies dood ben gegaan, maar dat is hier. Want ik zie mijn spullen al liggen en dan gaat hij weer. Zeg me niet dat ik moet rage quitten, want anders ga ik huilen. En het is echt zo, want het doet gewoon zo pijn. Het is gewoon echt zo, want het doet zo pijn. Het is weer, kijk. Wee! Yay, die is dood. Nice, als ze overal heen gevlogen, maar niet uit als we de belangrijkste dingen maar hebben van onze stuff. Torches, die hebben we ook nodig. En deze gat moeten we even maken. Gaten. Jee, oké. Laten we eventjes onze dingen goed neerzetten. Zodat wij gewoon heerlijk goed kunnen werken. Lekker, boots hier, vlees daar, hout daar, appel daar. Hey, appel! Nice. Oké, laten we even het zand ook oppakken, zodat we in de ochtend dit kunnen gaan repareren. Op het goed Nederlands netjes. Oh my god, die spin heeft gewoon mijn leven gered. Serieus, anders was er weer een creeper ontploft en dat is mooi. Oh, dat is niet mooi dit. Gaan wegrennen. Just one way. Just...
I don't like this. I don't really like this. Don't give me a creeper. A creeper. Just don't give me a creeper. Give me that day. Give me that day. I want a daytime. Daytime. Gonna be maytime. Maytime. Oké, okay, volgens mij moet ik gewoon echt stoppen met dat zingen. Het is gewoon helemaal niet grappig. Het is ook niet echt grappig bedoeld eigenlijk. Ik had daar niet van, maar... Ja, het klinkt gewoon niet goed volgens mij. En El Toby, ja. Hij kijkt niet zoveel van mij. Wat de fuck is er met mij, Ben? Wat is er met mij? Nee, maar hij heeft een ziekte, helaas. Nee, hij is niet ziek, hoor. Nee, maar even, dat was een grapje. En El Toby, even dat je weet. Maar ik ben echt zo bang. Hè. Ik ga even zo staan. Nee, zo. Kan ik daar zo kijken. Oké, okay, maar over NL Toby. Wat wil ik nou ook weer zeggen? Ik weet echt niet. Sorry, hè. Oh ja. Ik en NL Toby hebben ruzie. Dat komt. Nee, we hebben geen ruzie, hoor. Maar we kunnen even geen Minecraft Let's Plays maken. Omdat 1.3 niet uit is. En sowieso heb ik nu deze Let's Play. En zolang deze Let's Play gaande is, ga ik sowieso geen Let's Play met hem maken. Dus dat is ook niet nodig eigenlijk. Laten we onze spawn zetten in ons bedje. Kijk, als je je muis draait en je gaat in bed liggen, gaat je hele hoofd heen en weer. Het is vet. Oké. Okay. Dus het is dag. Dat houdt in dat het dag is. En als het dag is... Oh god. Dat wordt niet aanzien. Kom man. Uh-oh. Doe maar niet. Doe maar niet, doe maar niet, doe maar niet. Ik heb toch echt een zwaard nodig. Een zwaard, ik ga toch door met zinningen. Maar dat is niet wat ik wil. En toch geeft het gewoon een pil. Nee. Even stil? Oh nee. Nee, ik moest even kijken of ik iets hoorde aanlopen. Wat als blijkbaar niet zo is. Wat doen creepers in de licht? In het licht bedoel ik, niet in de licht. Dat is niet goed. Zo, oké, dat is mooi. We hebben weer een sapling erbij. Die we nu hebben geplant. Wat ik ook ga doen, is in aflevering 3 ga ik een farm maken. Laten we eventjes die ideeën opschrijven op ons ideeënbord. Zo. Kijk, hoe wij dit doen is... We gaan eventjes... twee signs, want ik had twee ideeën, maar waarvan ik er eentje dus niet meer weet. Maar sowieso, we gaan een farm maken. Dat is in episode 3, dus ik moet het even bijzetten. Een farm maken, aflevering 3. Oké. En wat wij dan gaan doen, dat is, weet ik eigenlijk niet, maar we gaan echt eens een keertje, ik weet niet welke aflevering, gaan wij een jungle zoeken. Oké, kijk. Dus dit komt in aflevering 3, dat moet ik niet vergeten. En sowieso gaan wij eens een keer een jungle vinden. Tenminste, dat gaan wij proberen te vinden. Ik weet niet of het gaat lukken. Ik hoop het wel, want dat is best wel chill als wij gewoon een jungle vinden. Maar ja. Oké, ik heb weer wat gegeten. Ik lag opeens. Ik denk dat mijn video space vol zit. En dat komt voornamelijk omdat ik video's heb gemaakt van Plants vs. Zombies ook. En als dat er eenmaal vol zit, kan je amper bewegen op Minecraft ook. Dus dan moet ik echt even gaan fixen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga deze episode hier sluiten. Dit was aflevering 1 met Lorraine. Zo, aflevering 1. Ik weet trouwens nog een idee. We gaan een mine maken natuurlijk. En dat gaan wij in episode 4 doen. Oké, ik denk net alsof er iemand zat te eten of gewoon stemmetjes in mijn hoofd. Laten we even kijken. Mine maken. Aflevering 4. Oké, dus dit gaan wij doen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dit was Lorenzo Games. Met aflevering 2 van Minecraft Survival.